Het is tijd voor een mooier Flevoland. Hoe kun je er nou nog mooier uitzien? Nou, dat kan natuurlijk met de tips van onze schoonheidsspecialistes. En ja, daar horen je voeten natuurlijk ook bij. Vandaar dat wij een nieuwe gast introduceren. Dat is Christy Hogeveen. Zij is medisch pedicure in Dronten. Christy, een goedemiddag. Goedemiddag. Leuk om in de uitzending te zijn. Ja, eens gelijk. Leuk dat je er bent. De vraag die ik meteen eigenlijk had is... wat is eigenlijk het verschil tussen een gewone pedicure en een medisch pedicure? Nou, de medisch pedicure die mag ook de risicovoeten doen. En de specialisaties, bijvoorbeeld voor mensen met verlammingen of spastische voeten. En die hebben meer contacten eigenlijk met de podotherapeuten. Die sluiten daarmee contracten af. Zeker voor diabetes wordt dat heel veelvuldig gebruikt. En wat zijn, je had het al iets over de risicovoeten. Wat valt er allemaal onder? De spastische voet, de risicovoet, dus de reumatische en de diabetische voet vallen daaronder. En de verwaarloosde voet. Helaas zijn er mensen die door de vergrijzing ook, die amper zorg hebben en waardoor hun voeten verwaarlozen. En dan is er vaak een hoop werk te doen. En het liefst werken wij ook preventief. Maar soms komen mensen gewoon te laat bij een van ons eigenlijk terecht. Maar waar loop je dan tegenaan met verwaarloosde voeten? Hoe is dat te herkennen? Glas in de voeten. Bijvoorbeeld mensen die suikerziekte hebben, die voelen vaak niet meer heel veel. Dus dan komen ze soms met wonden. En die wonden worden groter. En je wil juist voorkomen dat mensen langdurige wondzorg nodig hebben. Dus dan schakelen wij soms wel eens de thuiszorg in om dan met meerdere partijen of met kinderen er iets aan te doen. En we begeleiden deze klant om zo goed mogelijk voor zijn voeten te zorgen, omdat de voeten toch wel heel erg belangrijk zijn voor iedereen. Ja. Dus maar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Toch aan heel veel mensen die gaan eigenlijk nooit naar een pedicure. Hè? Is dat wel goed of zeg je van nou eigenlijk zou ieder mens, natuurlijk voor jouw branche natuurlijk wel, maar even gewoon puur medisch gezien, zou het dan goed zijn als mensen wat vaker naar een pedicure gaan? Ja, over het algemeen wel. Kijk, je bent nog onder de 20 en je hebt over het algemeen niet heel veel mankementen. Je bent verder niet ziek of wat dan ook. Maar vanaf die leeftijd, dan moet je toch wel regelmatig naar de pedicure gaan om het bij te laten houden. En om inderdaad te kijken of er niet preventief iets gedaan kan worden. Als mensen bijvoorbeeld een klein iets hebben, bijvoorbeeld heel veel mensen hebben een wrat of een likdoorn, dan kan je daardoor heel anders gaan lopen. En als die pedicure dat nou op tijd weghaalt, dan loopt iemand wel veel lekkerder en hoeft diegene niet naar de fysio of niet naar de podotherapeut. Dus dat is voor iedereen dan prettiger. Ja. Kun je dat voorkomen eigenlijk, een likdoorn en zo, en een wratje op je voet, onder je voet? Ja. Nou, een wratje is wat moeilijk. Een wrat is een virus. Ja. En die loop je vaak op in gelegenheden waar je met de blote voeten loopt, hè, in douches of sportruimtes. Maar de ene persoon is er ook iets gevoeliger voor dan de ander. Je badslippers aantrekken, goed afdrogen, dat zijn de voorzorgsmaatregelen. En een likdoorn, die ontstaat door druk en wrijving. Dus je moet gewoon zorgen dat je goed passend schoeisel draagt. Ja. En als je iets voelt, let er dan goed op en doe er wat mee totdat het telkens verder gaat. Nou, heb ik wel eens een likdoorn gehad inderdaad, nog niet zo heel lang geleden. En is dat ook inderdaad verwijderd. En dat is echt een... Nou, waanzinnig is dat voor het gevoel natuurlijk als dat weg is. Want dan kun je weer normaal lopen. Ja. Dat is heel prettig. Ja. Maar had ik van tevoren altijd van die pleistertjes, die likdoornpleisters erop gedaan. Maar ik had helemaal niet het idee dat dat nou echt goed werkt. Nee. Dat zijn vaak van die rondjes inderdaad. Met een gaar met een uitparing erin. Ja. En in die plakrand wordt vaak iets van salicylzuur verwerkt. Waardoor dat zorgt dat de huid verweekt. En wat de bedoeling dan is van zo'n pleister, dat iemand zelf als hij die pleister afdoet, dat hij dat witte gedeelte kan wegkrabben. Maar dat helpt, op korte termijn helpt dat heel even druk verminderend. Maar uiteindelijk kan je daarmee niet de likdoorn weghalen. Want de likdoorn moet er echt met een freesje of met een mesje uitgehaald worden. Want dat is echt een klein kegeltje eelt. Hè? Een likdoorn, een extra oog. Dat zijn precies dezelfde dingen. En dat is echt een klein kegeltje eelt in de huid. Ja, en als je er niks aan doet, kan het heel gevaarlijk zijn. Hè? Want het kan helemaal in je bot gaan groeien. Ja, inderdaad. En dan moet het operatief verwijderd worden. Dat gebeurt niet heel vaak. Hè? Kijk, als je er een beetje op tijd bij bent, dan is dat goed te verhelpen. Ja.
Maar en ik heb altijd liever als mensen naar de pedicure gaan, dat ze niet 1 of 2 dagen van tevoren zo'n pleister dragen. Want dan heeft de pedicure meer moeite. Ja, dat het dan te zacht is natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Hey Christy, volgens mij is het ook een beetje een modebeeld, of het kan aan mij liggen, maar ik hoorde de laatste tijd zoveel mensen over de hallux valgus, oftewel die knobbel aan de zijkant van de voet. Is dat doordat wij de laatste jaren slechter schoeisel zijn gedragen? Of dat we allemaal op sneakers lopen of zo? Nou, slechte schoenen heeft er zeker mee te maken, maar het is vaak ook genetisch bepaald. Ja. Heel vaak zie je dat ouders of opa's en oma's, dat het in de familie al zit. Ja. En wat ik wel zie is dat mensen zich er telkens vaker, omdat het cosmetisch ook wat minder mooi oogt, zich eraan laten helpen. Maar vaak komt die toch, dat jaren daarna, komt die botgroei eigenlijk, hè, mediaal, die komt dan toch weer terug. Ja. En het is best wel een ingrijpende operatie. Dus ja. Jij doet hem niet op een woensdagmiddag, hè? Wat? Nee, helaas niet. Daar is de medisch pedicure dus niet voor. Nee, dat doen wij niet, inderdaad. Maar we kunnen wel een silicoon, een orthese maken om de druk te verminderen. Er zijn genoeg hulpmiddelen voor, maar weghalen is nogal een ingrijpend iets. Juist medisch pedicure, is er wel iets te zeggen, want jij zei het al een beetje over slechte schoenen. Dat is wel een modeverschijnsel, hè? We lopen volgens mij veel te veel op die sneakers en op die gimpen. Ja, en ook in de zomer, hè? We krijgen de zomer weer. En dan zie je heel veel, zeker jonge mensen, op slippers. Ook oudere mensen, omdat ze soms minder goed kunnen bukken. Ja. Dan hebben ze wel die instappers of pantoffels. En dat is helemaal niet goed. Want dan ga je tijdens het lopen, met je tenen onbewust, ga je klauwen. Ja. En daardoor vergroot je ook de kans om wat meer drukpunten aan je kootjes te krijgen. Ja, dus eigenlijk gewoon ook in de winter gewoon je laars aan. Of in de zomer. Ja, in de zomer gewoon je laars aan. In ieder geval sandalen. In ieder geval met een bandje. Ja, maar dat ziet er niet uit. Ja, sorry, maar ik vind het toch niet heel charmant. Vind je dat wel, Christy? Nou, ik vind slippers ook wel leuk. Ik moet eerlijk zijn, ik draag ook wel eens slippers. Kijk. Maar ik ben me wel heel bewust van de schade die daarvan kan komen. Ja, en jij kan natuurlijk je eigen eelt dan weer weghalen. Nu nog wel, Als je een beetje lenig blijft wel, ja. Ja, dat zou fijn zijn. Ja. Goed. Ja. Okay. Christy Hogeveen, dankjewel. Leuk dat je bij ons in de uitzending was. En wij spreken elkaar in de toekomst geregeld, hè? Ja, hartstikke bedankt. Goed, dankjewel, hè. Doeg. Doeg.